Goedemorgen, deze druilerige en mistige zondagmorgen, die ik me toch iets anders had voorgesteld. Gisteren vond Libbe Zijlstra, een Amerikaanse smied vanuit de Vogelkijkhut bij de bocht van Molkwar. Dat is de laatste eend die je niet hoeft in te dienen, die ik eigenlijk nog niet goed genoeg op film heb staan. Ik heb hem vorige winter gefilmd bij het Haringvliet. Maar dan zat hij zo ver weg, daar is nauwelijks iets van te maken. Dus dat was een verbetering toe. Maar ik moet eerst maar eens wachten tot de mist is opgeklaard. Want je kunt de smint een amper zien op deze manier. Ik zit nu in de hut, maar er zijn wel enkele smieten te zien. Maar ze zitten net te ver weg, net te ver in de mist. Ja, als je dan wel weet hoe dat eruit ziet, nou, zo dus. Wat overigens wel leuk was, is een vrouwtje Rauwkwikstaat die ik tegenkwam op de weg naar de hut toe. En ook een mannetje Rietgors die in een berm aan het fourageren was en tegelijkertijd aan het zingen was. Dus dat gaf ook wel een leuk beeld. Het zicht is inmiddels iets beter. Het weer is een beetje opgeklaard. Maar vanuit de hut kon ik de Amerikaanse smiet niet vinden. Er kwam ook nog een andere vogelaar aan die mee hier op zoek, maar die kon hem ook niet vinden. Vanuit de hut zagen we wel dat een stukje verderop ook nog een aardige groep met smieten lag. Dus ik ben even iets verder naar het noorden gegaan, de dijk over. En daar sta ik nu te checken. Maar vooralsnog lijkt het dat hij daar ook niet tussen zit. Altijd wat met die Amerikaanse smieten in Friesland. Lekker, na een paar uurtjes zoeken op een heel andere plek, de Amerikaanse smiet teruggevonden.
De Amerikaanse smint verschilt van onze smint door de iets wittere voorhoofdvlek, de donkergroene vlek rondom het oog tot aan de nek, de grijze wang en ook is de kleur van de borst hetzelfde als de kleur van de flank, waarbij de flank van de gewone smint grijs is. En hier zien we het verspreidingsgebied van de Amerikaanse smint, met de broedgebieden in het oranje, uitstrekkend van Alaska en over grote delen van Canada, en over wintergebieden in grote delen van de Verenigde Staten, Midden-Amerika en zelfs het noordelijk deel van Zuid-Amerika. Zo, eind goed, al goed. Zoals wel vaker met vogels kijken. Doorzetten loont. De aanhouden wint. Dus niet opgeven als je vogel niet snel genoeg terug kunt vinden. Ik ben er ontzettend blij mee. Nu lekker op naar huis om de rest van de zondag gezellig te spenderen met vrouw en kind. Ben je nu nieuw hier? Vergeet dan niet te abonneren. Zie ik jullie de volgende keer.